Onyx. Dikste duizend. Selma Omari is in the building. Hoi, hoi, hoi. Deze dame is een alleskunner, influencer, muzikant, actrice. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar je hebt mooie dingen de afgelopen maanden gedaan. Je hebt een mooie album gedropt. Een meisje uit Krooswijk. Je was ook toen op mijn ochtendshow om erover te praten. Super trots. Mooie dingen. Zie toffe foto's op Instagram voorbij komen. Jij bent gewoon, you're living your greatest life. I'm trying to. Ja. Yeah. Ja. Dus je make your moves. Wat is jouw hoogtepunt van zeg maar, de afgelopen jaren eigenlijk? Dus je denkt van, nou... Ik weet niet. Ik heb het idee dat ik... Van het afgelopen jaar denk ik toch wel dat ik heel trots ben toen ik mijn album dropte. Want dat waren heel veel emoties die ik los kon laten. Ja. En dat ik eigenlijk... Ik zeg je eerlijk dat ik elke avontuur wel aanga als ik het leuk vind. Ik denk dat dat wel mijn sterkste kwaliteit is. Ja. Dus, als je weer zeg maar, je gaat weer in de studio en weer nieuwe dingen bouwen. Stiekem. Ja, ik ben al bezig. Oh, echt. Ik zeg je eerlijk. Oké. Okay. Baby. Oké, okay, dus er komen gewoon dikke opvolgers voor... Hey! Want ik ben een savage, je moet op me jagen. Selma, de beelden! Je moet niet denken dat ik ben als zij. Independent heb je zelf gezien. Kom niet blaffen als je zelf niet bijt. Soms in Parijs, soms in Dubai. Kom niet denken dat ik ben als zij. Oeh! Dat zijn je favorieten. Ja, die en al je niet te nood erbij nog. Ja. Ja, dat zijn wel mijn drie favorieten. Maar verandert het ook steeds voor je, zeg maar, qua favorieten? Dat je denkt, oh, maar die is het, weet je? Want het lijkt me als artiest zijnde dat je met muziek bezig bent... en de ene dag voel je je zo en dan is weer die. Of heb je altijd gewoon, dit zijn die favorieten altijd? Ik denk omdat het album Meisje uit Krooswijk... ik was er zo lang mee bezig... Ja. Dat ik wel echt een paar favorieten heb. Ik heb ook een paar nummers op dat album waar ik echt never naar luister. Oké. Okay. Ja. Waar luister je niet naar dan? Voorbij. Kan ik echt niet naar luisteren. Dat is gewoon luisteren. Voorbij van jou. Ja, het is gewoon voorbij. It's over. It's done with. Dus iemand bij de optreden zegt, kun je alsjeblieft performen? Zeg ik nee. Het is voorbij. Nee, maar ik denk wel dat ik hem heel goed akoestiek kan performen. Oké. Okay. Misschien dat ik het dan nog wel even... Oké, okay, voorbij. De remix, back again, de acoustic version. Maar wat hoor ik nou? Je gaat acteren. Is dit je droom of een van je dromen die uitkomt? Ik geloof dat ik een vrouw ben van vele talenten. En ik geloof dat je eigenlijk alles kan doen waar je je hoofd naartoe zet. Ja. Ik weet niet. Ik vind wat je in videoclips doet, als je weet toch een goede artiest bent, dan acteer je ook. Dan speel je ook de rol die je... op dat moment moet spelen of zo. Dus ik vond het echt wel leuk toen ik de kans kreeg om te acteren dat ik dat mocht doen. Maar hoe ging dat? Je kreeg een belletje van, hey, luister, ik kreeg een e-mail met, hey, Selma, we zijn op zoek naar een rol. Dit en dit en dit is het. Okay. Sta je er open voor om langs te komen tijdens de casting? En ik keek mijn zus aan. Ik dacht, hell ja. Ik weet nog, ja, yes. Want ik weet nog in groep 8 had ik ook de hoofdrol in mijn musical. Oh shit. Op de basisschool. Dus this was made. I was made for this. Ja, lekker. Nee, maar dat is mooi dat je dat gewoon visualiseert en dan komt het uit. Maar ja, dan moet je er werk van maken. Word je uitgenodigd, kom je op auditie. Hoe was dat? Was het moeilijk? Ik denk dat ze echt impressed waren. Ik kon op commando huilen. Ik was echt, ik speelde echt in mijn rol. Ik zat er echt in. Kun je op commando huilen? Ja. Je bent gevaarlijk, man. Ja, man. Dat zeggen mijn exen ook allemaal. Oh joh! Hey, iemand die op commando kan huilen. Zeg je, schatje, you good? Nee. Oh shit. Nee. Nou, daar komen ze op terug. Interessant, interessant dit. Maar hoe heet die film? Want we willen hem natuurlijk allemaal zien. Hoe heet die film? Liefde zonder grenzen. Liefde zonder grenzen. Ja. Is het met Jolante? Met Jolante. Oh shit, de baus. Ja, leuk man. En wat ga je spelen? Kan je dat vertellen of is het nog staatsgeheim? Nee, volgens mij, ik mag het nog niet vertellen. Oké. Maar je bent blij met je rol? Ja. Een hele leuke eerste rol vind ik het. Okay. Echt een hele leuke. Gaan we nu bellen rol. Met de producenten let's van... Let's go, Faka. Bel ze. Oké, okay, wat is er aan de hand? Beter doe je je best. Wat is wat? Gaan we gewoon regelen. Zit. Okay. Dikste duizend.